Okay. Even healen natuurlijk. En misschien ook maar even wat potions kopen voor de zekerheid. Ze zijn nog niet echt nodig geweest. In ieder geval nog niet in battle. Oh, nu heb ik nog een potion gekocht. Dat zou ik doen, hè. Laat ik dan maar even snel doen dan. Er zijn ook twee pie... Oh, wacht. Kan je hier geen quickpass kopen trouwens? Misschien bij dit gastje. Want volgens mij vlieg ik wel hier altijd heen, toch? Oh, nee. Dat is niet bij deze, toch? Oh, maar er zijn wel super potions. Zal ik er 10 kopen? Ja. Dat is wel even genoeg. Ik heb in ieder geval Great Balls. Daar kan ik nog wel even mee vooruit. Ik moet even een goede aanwinst voor mijn team zien te vinden. Maar die kan ik in deze route misschien wel. Dus het zal route 3 zijn. Ja. En als dat goed is, heb je in dat grasje wel leuke dingen. Wel een leuk verhaal misschien voor de video die hieruit gemaakt wordt. Ik was dus met Justin deze game voor het eerst aan het spelen. Ik denk dat het trouwens dat het gewoon in Sun and Moon was, maar we waren in ieder geval hier. En toen liep hij daar in de bosjes opeens een shiny Mankey uit het niks. Zonder shiny charm, zonder hunt, echt gewoon uit het niets shiny Mankey. Dus dat was echt heel heftig. Wow, dat deed veel te veel damage. Zal ik hem die 1 HP laten pakken? Niet te veel damage, niet te veel damage. Zo, nou, ik mag wel weer gaan healen. Ga ik wel even doen voordat ik een Pokémon hier ga vangen, want dat wordt natuurlijk weer een feest. Er komen zometeen nog meer plekjes waar ik Pokémon's mag vangen, dus dat is fijn. Er zit hier trouwens wel een bij dat... Dat een beetje toxisch in je Discord misschien. Oh jee. De ziektrakt wel. wat ging ik zeggen? Oh ja. Ik kan zo meteen in dat grasje waar ik net voor stond. Kan ik dus Mankey's vangen. Maar ik kan daar ook Hawlucha vangen. Die is wel vet. Alleen heb ik wel een tweede Fly Pokémon. Ik weet niet of ik dat graag wil. Maar ja, we hebben natuurlijk niet zoveel keuze, want we moeten gewoon meedoen. Maar het gaat er een beetje om of ik hem dan in mijn team doe of niet. We krijgen in ieder geval de encounter die gaat tellen voor ons. Wat een kut Pokémon. Oh, een Sparrow. Niemand hier zit op Sparrow te wachten. Oh, een crit. Nice. Nou, oké. Okay. Geen encounter, dus hier. We willen niet in die schadetjes lopen, anders moeten we vechten tegen een Rufflet of zo. Oeh, Sharp Beak. Die zijn wel goed voor vliegen. Oeh, kut. Vliegpokémons. Hebben we hier nog? Dit zal een battle zijn. Nee, is dit geen battle? Hier is een grotto. Dit vond ik trouwens wel een vette route. Wel vet gemaakt. Ja, die Nebby, die moet ze echt gewoon opsluiten. Een Great Ball. Nou, die gaat me helpen met het vangen van... Oh. Nee, nee, ik ga het niet, ik ga niet... Ja, trouwens, je hebt me wel bits gegeven. Dus eigenlijk... Oh, ik moet het met een Flabébé doen. Niemand zit op een Flabébé te wachten. Nou, we vangen die Flabébé wel even. Ook al zitten we echt niet op een Flabébé te wachten. Ja, ik ga je echt bannen op deze manier. Dit kan je echt niet zeggen. Wat moet ik nou weer met een Flabébé, jongens? Ik denk dat we gewoon maar die grotto ingaan. Dan mogen we weer een Pokémon vangen. En ik hoop dat dat iets beter is dan een Flabébé. In ieder geval iets waar we iets meer aan hebben dan een Flabébé. En Oricorio, die hadden we ook niet gewild hoor. Dus daar niet van, maar... Je kan ook nog Cutiefly volgens mij vangen. Die wil je ook niet. Dus eigenlijk zijn er hier niet zoveel Pokémon die je überhaupt wil. En escape room. Daar hebben we Nebby. Maar moeten we hier vechten tegen die twee. Ja, die twee. Pyko en Solaria. Ja. Heeft ze een Poipel of niet? Volgens mij wel, toch? Ultra Recon Squad, dat was het. Ja, ik kon elke keer niet op die naam van die Peepo's komen. Oh, een Furfru. Yo, it's your boy Sander. Foul play. Oh, ik haat Sand Attacks. Nee, ik blijf wel hitten, dus dat is wel nice. Hij blijft Sand Attacken.
heb er een gemist hoor. Ik zal even switchen. Waardeer ik het. En ik heb best wel wat bits vandaag van jou gekregen. Dus dat is ook nice. Joe, level 17. Bugbite. Dat is een pittig goede aanval. Voor low level. Later natuurlijk niet. Maar voor nu is hij prima. Pico level 13. Ook heel nice. Hey, Rowlet evolueert. Op level 17. Wat een raar level. Wel heel nice dat hij evolueert in ieder geval. We hebben een Dartrix. Yay. Oh ja, ik mag hier nog een Pokémon vangen. Laten we dat wel eventjes regelen. Geef mij je Pokémon. Geef mij maar een Pokémon. Een Psyduck die ik al een keer gefailed heb. En een Pokémon die ik niet wil. Ik krijg alleen maar... Ik heb nu al drie keer achter elkaar... Nee, vier keer achter elkaar een Pokémon gehad waar ik echt niks aan heb. Press F, ja. Yeah. Ik heb net was ik bij zo'n bosje, Sander, waar ik Hawlucha zou kunnen krijgen. En eventueel Mankey. Nu is Mankey ook niet zo interessant. En toen kreeg ik een Sparrow. Ik had ook wel net balletje kunnen gooien, is natuurlijk water. Nee, Sparrow is geen baas. Je hebt geen verstand van. We hebben de Psyduck. Huts. Zo, nice. Dan moet ik... Oh, die willen we niet. Oh, ik moet met de klok meegaan. Ja. Yeah. Ah, kut. Is het Fullaby, Rufflet of Sparrow? Het is weer Sparrow voor de derde keer al, Huts. Laten we die allemaal eventjes boksen. De Flabébé en de Psyduck. Oké. Nou, we hebben die badge ook Wacht, Lily kwam Lily tegen ons zeggen van... Oh, wat ben je goed dat je me geholpen hebt of niet? Nee, toch? Ik weet niet of we hier dan zo al verder mogen. Wacht, is hier niet grass? Ja. Maar dit hoort nog bij dezelfde route. Dat is echt kut, want hier kon je bacons vangen volgens mij. Bacons. Dat is jammer. We moeten vechten! Een Growlithe. Ah, dit is misschien wel leuk voor... Wingull om te trotseren. Die heeft nog weinig tot geen actie gehad. Ik wou net zeggen, krijgt hij zeker meteen de burn, maar dat valt mee. Growlithe heeft geen leven meer, hij is dood. Ja, ik level 14. Oeh, een Pokébel. Een Super Potion, die komen sowieso wel een keer van pas. Dit is nog steeds dezelfde route. Waarom is die route zo fucking lang? Dit is nog steeds route 3. Ja, we zijn gewoon al klaar met dit eiland. Wacht, volgens mij moeten we hier helemaal niet zijn, of wel? Nee. Ik denk dat we gewoon in de stad moeten zijn, of in dat dorpje moeten zijn. Nee, hier is ook niks, hè? Ik denk dat ik dan... Ja, ik ben hier dan nog gewoon niet klaar. Moest ik dan nog verder in die grot of zo? Maar ik wil helemaal niet verder in die grot. Ik dacht dat ik klaar was in die grot. Oeh, een Delibird. Oh, ik moest zeker nog met Nebby praten. Serieus? Oh mijn god. Alles voor niks gedaan. Nu moet ik vechten, oh jee. En Poplio. Oh, ik moet tegen deze beest. Beestventje. Hoezo moet nou weer tegen Hou? How dare you? Oké, die grap is niet meer grappig. Oh, dat... Oh,
heeft hij een berry. Ik dacht, dat deed best wel veel damage. Dat deed het ook. Alleen ja, met een berry schiet je er natuurlijk helemaal niks mee op. Hey, level 16. Nice. Oké. Een Noibat. Ik heb nog geen elektrische aanvallen. Oeh, en trouwens, hij is fly. Dit doe ik natuurlijk helemaal niet slim. Oeps. Nee, we switchen nog even snel. Wat doet die? Gust of zo? Ja. Lekker Wingull. Nu nog een Pikachu. Doe eens even normaal tegen mij, Pikachu. Heb ik niet van Lightning Rock of zo, of iets wat je charged. Met slap! Ik heb nog maar 40 punten over op de app, Sander. En ik heb 20 op Marijn en 20 op Spin.